Hey jongens, welkom bij een nieuwe Pro Cycling Manager Carrière Mode video. Het is de eerste, mijn online soccer manager carrière mode zit erop. En ja, we gaan Pro Cycling Manager terug spelen. En we spelen als manager Velo Drivers Army. Weet je, van harte welkom bij onze ploeg. De sponsors heeft miljoenen euro's geïnvesteerd om deel te kunnen nemen aan de CEA World Tour, waarin de 20 beste teams ter wereld worden vertegenwoordigd. Ze verwachten daar de nodige resultaten voor terug. Veel succes. Oké, dus we spelen niet met een bepaald team. Ik heb zelf mijn team samengesteld. En dat noemt Velo Drivers Army. En ja, er zitten alleen maar Nederlanders en Belgen in. Voor het eerste seizoen. Als we een tweede seizoen zouden doen, gaan we gewoon beginnen switchen met andere landen erbij. Maar ik dacht wel dat het misschien leuk was, omdat ja, jullie zijn Belgisch, Nederlands, om gewoon goede Nederlandse, goede Belgische renners in te steken. En laten we eens kijken wie dat we in ons team zitten. Dus we starten met Chris Boekmans. Sorry. Ja, dus het gaat niet zo tomboon en zo meteen. Daar moeten we wel van overtuigd zijn. We gaan gewoon voor een leuk ploegje. Chris Boekmans, Lars Boom, Stef Clement, Dominique Cornu, Bart de Klerk, Morino de Pauw, Thomas de Gent, Kenny de Ketelen, Dries Deveneens, Tom Dumoulin, Yannick Eijzen, Robert Geesink, waar we mee gaan proberen Giro en de Vuelta iets mee te forceren. Kelderman, die dat ook zeker gaat doen, maar ja, hij heeft nog heel veel groeipotenties. Sebastian Langeveld, Barry Marcus, Bauke Mollema, ook zo'n toptalent. Sven Nys, die mag niet ontbreken in ons team. Serge Pauwels, Wout Poels, Jurgen Roelands, Tom Jelteslachter, Nicky Terpstra, Greg van Avermaat, Gio van Kersbulk, Danny van Poppel, Jurgen van den Broek, die dat het ook moet waarmaken in de Giro en de Vuelta. De Tour laten we dit seizoen nog achterwege. Peter Wening, Tim Wellens, en dat is het. Dus dat is ons team. Er zitten veel goede renners tussen. En ja, daar kunnen we toch misschien wel een paar klassiekers mee winnen. Het is niet dat we zo Tombonen, Gilbert, al die zaken hebben. Oké, bij Nederland hebben we wel meestal alle goede. Maar Nederlands had iets minder goede renners. Ja, als ik dat eerlijk mag zeggen, was het wel zo. Maar ja, laten we eens kijken wat de doelen zijn van ons team. Hè. Dus doelen top 3 in de Santos Tour Down Under. Die start binnenkort al. Omloop het Nieuwsblad winnen. Kuurne, Brussel, Kuurne. Top 3 E3 Prijs Haarlembeke. Eerste Gent, Wevelgem. Ja, dat gaan we dus allemaal niet doen, want dat gaat redelijk moeilijk zijn. Tour Down Under wil ik zeker voor top 3 gaan. Omloop het Nieuwsblad wil ik proberen winnen. Kuurne, Brussel, Kuurne ook. Maar Gent, Wevelgem gaat redelijk moeilijk zijn. Daarom gaan we daar top 3 doen. Pannentour winnen leek me redelijk. Ronde van Vlaanderen top 3. Met Van Avermaat, Lars Boom, het zou misschien wel kunnen lukken. Parijs-Roubaix gaan we voor top 5. Flash Wallonie top 5. Luik Bastenaken Luik top 5. Ja, zeker en vast. Tour de Belgique. Eerste worden, ja. Kampioenschap van België gaan we voor winst. We gaan voor niets anders dan winst. We hebben zoveel Belgen in ons team. Tour de France. Oei, ons doel is Tour de France. Dus we zullen Tour de France dan toch goed moeten rijden. Dat zal dan toch voor Jurgen van den Broek worden. We gaan voor top 5. Tour de Wallonie en de Eneco Tour winnen. Dat zijn onze doelen. We gaan die gewoon doen. En ja, dat is het. Ons team ziet er zo uit van truiken, een zwart truitje. Het gaat 1 jaar dit truitje zijn. Dan krijgen we een nieuwe sponsor volgend jaar met een nieuw truitje en daarmee dat we dan gaan afstappen van die Belgische en die Nederlandse renners van ons team. Voor de rest ja, gaan we nu gewoon simuleren. Ik ga een trainingsstage inplannen, want ja, we moeten dan al top 3 rijden in deze, de Santos Tour Down Under. We gaan eens kijken, er zitten een paar bergjes in. Dus ja, we gaan daar ons best al eens proberen doen. En dan zal ik jullie straks vertellen wie dat er kampioen van Australië is. Oké, het is zover jongens. Het Australisch kampioenschap gaat beginnen. We gaan eens kijken. We simuleren het. En wat gaan we tegenkomen? Boom. Uitslag. Michael Matthews wordt kampioen. Oké, 22-jarige spurter. Congratulations to die gast. Matthew Goss wordt tweede. En David Tanner wordt derde. Voilà, dus we hebben een nieuwe Australisch kampioen.
We gaan door tot aan de Santos Tour Down Under, waar dat ons eerste opzet. Oké, wie gaan we meepakken? Ik denk Bart de Klerk. Gewoon iedereen die hier eigenlijk een beetje staat. Langeveld, Tom Dumoulin, Steve Clement. Niet al onze toppers moeten mee. Maar gewoon eens een beetje kijken. Peter Wening, Kelderman misschien. Johan Kersbulk. Nou, we gaan gewoon Thomas de Gent meepakken. Hij zal het voor ons team moeten doen. Eerste rit is niet speciaal, dus laten we die simuleren. Thomas de Gent is inderdaad onze kopman. En laten we simuleren. Boom. Dat is tot een spurt uitgedraaid. Er is hopelijk nog geen blessure voor iemand van ons team. Nope. En ja, deze race gaan we wel rijden. Hè. Dan weten we dat direct onze truikens van ons team eruit zien en zo. Oké, jongens, we gaan de eerste cross van het jaar rijden met ons team, zeg. Ik ben benieuwd hoe onze truikens er gaan uitzien. En ja, Thomas de Gent gaat het deze rit moeten doen hier op dat bergje van eerste categorie. Zullen we zien hoe dat eruit ziet. Ola, precies, toch wel een stijl stuk daar. Maar ja, nu terug naar de race. Ik denk dat dat best is. Oké, waar zit een renner van ons? Hier zit Thomas de Gent. Kijk, dat zijn onze truikens. Ik vind ze niet echt lelijk. Ik vind dat ze mooi staan hier in het peloton, die zwarte truikens. Dus laten we die maar mooi houden en ja, dat is heel mooi. Oké, nog 65 kilometer en er is eigenlijk nog niemand weggereden. Er zijn wel eens een paar aanvallen geweest, maar die werden altijd afgeblokt. Dus ja, des te beter voor ons. We komen dichter bij de finish en we doen ons best. Oké, jongens, we gaan eraan beginnen aan de laatste klim. Er is 4 man weg met een minuut voorsprong. Ladanyu, Porzili, Chanel en Ignatieff. En hier komen wij ze. Clement rijdt op kop voor de Gent. En ja, we gaan gewoon proberen om zo goed mogelijk te finishen natuurlijk. Kom aan. 2 kilometer klimmen. Doe je best. We gaan de pace hier iets wat hoger zetten bij die 2. De Gent gaat dat hier poppen deze race. Jongen, ik voel het. Kom aan team. Kom aan Clement. Alles geven tot dat je dood bent, jong. Kom aan, we rijden het gat dicht naar die mannen. Kom op Clement. Kom op met de Gent aan het wiel. Ze zijn boven, Albacini is mee, Ignatieff is mee, maar dan valt er een gat. De rest van mijn team moet dan ook niets doen. En Clement is gewoon super beast bezig. Voilà, we komen boven. En laten we gewoon rijden, Clement. Samen met de Gent, of de Gent gaat zelf alleen weg. Dat zou nog beter zijn. Hier ze. Een klein demarage geplaatst met de Gent. Zo. En laat Albacini en Kolobniev maar achter met Clemens. Hey. Voilà. Kom. Eerst het gat dichtrijden naar deze Ladanyu. Dan is er al 3 man weg. Met nog maar 4 kilometer te gaan. Dus ik weet niet of het nog haalbaar zal zijn om te winnen. We zullen het wel zien. Kolobniev en Albacini kunnen samenwerken. Wij moeten het alleen doen. En daar gaat Kolobniev ze. Alleen weg. Albacini is niet mee. Eens kijken, hè. De spurt gaat hier worden ingezet, dus we gaan het niet halen. Nog 1,5 kilometer voor die mannen. Voor ons is het nog ietsje meer. Nog 2 kilometer, dat nogthans ook niet echt veel is. Kolobniev probeert nog het gat dicht te rijden, maar hier gaat de spurt gebeuren, ze. Tussen die 3. En het wordt Ponzini wint deze race voor Ignatieff. Dan Chanel, dan Thomas de Gent wordt 4e, Kolobniev wordt 5e, Albacini, Ladanyu. En dan Clement die niet echt meespurt. En dan zal de rest van het peloton afkomen zijn met onze renners daarin. Voilà. Laten we gewoon met hun spurten terwijl het niet zoveel het niet meer uitmaakt. Voilà. En hier komt dan de ketelen. Zien wat hij nog eerste van dit groepje zou kunnen worden. Kom aan. Pakt ze allemaal. De ketelen. Nee, de eerste konden we niet meer pakken van dit groepje. En hier is onze Moreno. De persoon die dat het prachtigste is van heel ons team. Hè. Dus daar kunnen we mee leven. Voilà, bekijk het podium. Goed gedaan. We stranden op 25 seconden. Dat betekent dat we 4e gaan komen in het klassement. 35 secondjes achter. Is niet slecht, zeker en vast niet. Bergklassement, allemaal voor Ponzini. We staan 4e als team op 0 seconden. Niet slecht. En voilà.
Voilà, de laatste race die dat we zelf gaan rijden van de jaar. Wat zei ik, deze aflevering. Het is de laatste rit waar we het verschil gaan kunnen maken voor eerste te worden in het klassement. Kom aan, de Gent. Oké, we zitten bijna aan die beklimmingen. En mijn team is op kop aan het rijden, want er is 5 man weg. Char, Vanotti, Stannard, Gieselin en... Oh, wie is de laatste? Riblon. En ja, als we het gat zo klein mogelijk kunnen houden tot aan deze berg, dan de volgende berg, zie ik het helemaal goed komen. Ja, we beginnen aan de beklimming. Zeg. Die mannen zijn begonnen. Wij draaien de bocht af en we zijn er ook aan begonnen. Zeg. Aan de klim. We gaan hier de ketelen en Clement achterlaten. Om misschien een gatje te creëren hier. Kijk, 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 kijk. Het breekt een klein beetje. De volder zal het gat moeten dichtrijden. Als hij dat zou kunnen natuurlijk. Ja, de volder die doet dat gewoon heel goed. Kom aan jongens, doe jullie best. We gaan hier gewoon voor een topprestatie. Kom aan, Langeveld. Hup, 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 klim omhoog. De Klerk even bijhouden voor Moester straks. Voor de volgende of op het eind van de wedstrijd. You never know waar we die nog kunnen gebruiken. Maar nu zal Dumoulin en de Gent het toch wel moeten doen zij op dit stuk. Kom aan. Kom aan. Hier, 6. De nummer 1 heeft het moeilijk. Zita. Kom aan. Thomas de Gent en Dumoulin. Misschien dat we misschien toch beter toch met Langeveld nog zouden meegaan. Voor steun straks. Albassini gaat mee. Die gaat zelf nog in de marage plaatsen. Wat een gek. Bart de Klerk is nog mee. Dat komt hier goed, jongens. Oké, iedereen wordt hier tegengehouden. Peloton loopt weer samen buiten Gieselin, maar die kan niet meer voor de eerste plaats strijden in deze competitie. Dus die laten we gewoon rijden. En we moeten ons volledig focussen op winst hier. Niet echt op winst, gewoon op winst van het eindklassement in deze ronde. Moest dat kunnen lukken natuurlijk. Dus we gaan ons even inhouden. Daar gaat Mercato de mareren. Daar moeten we zeker achter. Kom aan, de Gent. Daarachter, jong. Oh, we zaten vast, we zaten vast. Blijf dan maar zitten. Achter Langeveld, die u gaat helpen. Zo. Oh. Shit. Oké, Gieselin is begonnen aan de laatste klim, die nog 3 kilometer duurt. En Mercato gaat er bijna aan beginnen. En dan wij ook, natuurlijk. Maar de klim ziet er echt wel mega gek uit. En ik ben benieuwd hoe dat hier gaat verlopen. Ze. Kom aan, hè. Kijk, want Sunderland is precies ineens weer wat frisser. Hoe kan dat ineens? We hebben gelukkig de Gaan nog. Thomas de Gent. Die moet meegaan met die mannen. Kom op, rij gewoon het gat zelf. Maak het gat, maak het gat. Yep. Kom aan, nu het gat dichtrijden naar Mercator. En zien wat dat gaat geven. Sterven de zwanen hier voordat we de finish passeren. We zitten momenteel nog in derde stek. En ik denk dat we ook derde gaan finishen. Inderdaad. Derde plaats voor de Gent. En nu hopen dat de Sunderland dat dat wat secondjes gaan zijn. Hè, dat hij gaat verliezen. Ik hoop het alleszins. Voilà, hij zit op het podium. 40 seconden. En we hebben inderdaad 16 seconden zijn we uitgelopen op het eerste groepje. We staan dus momenteel inderdaad tweede in het algemene klassement. Thomas de Gent op 11 seconden. Chanel op 13. Sutherland op 18. Ponzi op 35 seconden. Hoe nipt is dat allemaal niet? Er zat een Belg en haalt eerst in het bergklassement. Puntenklassement bedoel ik. Jongeren doen niemand mee van ons. En Velo Drivers Army is het beste team. En er is nog één rit te gaan voordat we deze aflevering stoppen. En dat is de laatste rit van deze Sant. Toch voor de zekerheid nog eens kijken naar onze doelstelling. Je hebt top 3 rijden, dus dat is sowieso gelukt. Ik ben al blij dat die eerste doelstelling is gelukt. Ja, of de Gent zou nu nog moeten vallen en zo. Maar daar gaan we natuurlijk geen rekening mee houden dat dat gaat gebeuren. Hè. Allee, de laatste rit. Here we go. Simulatie. Boom. Iedereen op 9 minuten geëindigd van Marcel Sieberg van Lotto Belisol. Maar zolang dat er inderdaad niemand achter is, betekent dat dat we tweede zijn geworden. Laten we snel nog eens kijken of dat inderdaad wel klopt.
Inderdaad, tweede met Thomas de Gent. Dat betekent dat onze doelstelling binnen is. En tot de volgende aflevering, jongens. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van deze eerste aflevering terug van Pro Cycling Manager. En ja, please leave a like en comment als het zo is. Hè. Als jullie het niets vinden, dan is dat ook, dan is dat ook iets. Maar laat het mij gewoon weten. Hier is het derde met Barry Marcus. Tot de volgende keer, jongens. Bye. Hey Flow Driver Army, als jullie mijn video leuk vonden, please leave a like en een comment. En als jullie meer stuff van mij willen zien, subscribe dan op mijn channel, Twitter of Twitch. Links zijn allemaal in de description. En tot de volgende video. Have a nice day. Bye.